We gaan op zoek naar de resultante kracht van de drie gegeven krachten. Een resultante kracht wil zeggen een kracht die hetzelfde effect heeft als de drie afzonderlijke krachten bij elkaar. Als we kijken naar het verticale deel van de resultante, dan zien we dat ik een kracht van 4 kN naar beneden heb, dat is positief. Ik heb 6 kN omhoog. En ik heb 8 kN naar beneden. Dan kom ik uit op een resultante kracht van 6 kN die naar beneden werkt. Maar ik moet nog uitrekenen waar die kracht aangrijpt. Nou, ik teken hem vast eventjes in de situatie. Ik heb een kracht van 6 kN die naar beneden werkt. Alleen nu moet ik nog op zoek naar het aangrijpingspunt. Het aangrijpingspunt kunnen we berekenen met de momentenstelling. Dat betekent dat de momenten ten gevolge van de krachten gelijk moeten zijn aan het moment ten gevolge van de resultante. Nou, we hebben gezien dat linksom positief is. Als ik de afzonderlijke momenten opschrijf, dan krijg ik min 4 keer 2, want we gaan de resultante bepalen ten opzichte van punt A. Min 4 keer 2 plus 6 keer 4 min 8 keer 7 en dat is gelijk aan min 6 keer de arm. Als ik het uitreken, min 8 plus 24 min 56 is min 6. Noem de arm even x. Min 40 is min 6x. Dus x, de arm vanaf punt A, is gelijk aan min 40 gedeeld door min 6. En dat is 6,67 meter. Dus dat betekent afstand A tot de resultante is 6,67 meter. We kunnen dit ook gebruiken in een praktijkvoorbeeld. Dat is afgebeeld aan de rechterzijde. We hebben een funderingsbalk die belast wordt door een Q-last en door een puntlast vanuit een funderingsbalk die daarop rust. Nou, alle belastingen willen we naar de nieuwe funderingspaal brengen, zodat de bestaande fundering niet belast wordt. Nou, die funderingspaal is geschematiseerd bij punt B. En de vraag is, waar moet ik de paal plaatsen? Dus waar moet B gesitueerd zijn? Zodat alle belasting op punt B rust. Nou, we kunnen op zoek gaan naar de resultante. Het tegenovergestelde daarvan is de gelijkmakende kracht. En alle belasting moet naar de paal. Dus we weten hoe groot de reactiekracht hier is, de gelijkmakende kracht. Want alle belasting gaat naar punt B. Dus de kracht in B verticaal, die is gelijk aan 28 keer 3 plus 18 is gelijk aan 102 kilonewton. En die werkt omhoog, want die moet alle belasting dragen. We kunnen met behulp van de momentensom uitrekenen waar punt B moet liggen. En dat doen we door de som van de momenten om punt A uit te rekenen. En die moet gelijk zijn aan 0. Dus de belasting zorgt ervoor dat de ligger ten opzichte van A rechtsom wil draaien. En de reactiekracht in B zorg dat de ligger linksom wil draaien. Nou, die twee moeten in evenwicht zijn. Ik kan die momentensom kan ik invullen. Min 28 keer 3, dat is de grootte van de Q-last. En die grijpt aan op 1,5 meter van punt A. Ik teken er even een pijltje bij, zodat ik ook zie welke kant die op draait. Min 18 keer 3, die draait dezelfde kant op.
plus 102 keer A. Die draait de andere kant op. En die is samen gelijk aan 0. Want we kunnen bij B kunnen we de reactiekracht zetten van 102 kN. Nou, als ik dat uitreken, 28 keer 3 keer 1,5 is min 126, min 54 plus 102a is 0, min 180 plus 102a is 0, a is 180 gedeeld door 102, 1,76 meter. Dus a is 1,76 meter. Dat betekent dus, als de kleine a 1,76 meter is, dat alle belasting, de Q-last en de puntlast, gedragen worden door de funderingspaal bij punt B. En dan is het totaal in evenwicht.